kijken. Anders kom ik naar je huis toe en dan lig ik onder je bed. Iedereen die deze video liked en abonneert, komt een beeld. Dus wil jij graag een beeld? Ik zou zeggen, like deze video en abonneer zeker op dit kanaal. En ben je al langer geabonneerd, maar ben je nog nooit een beeld geweest? Laat in de comments achter dat je een beeld wil komen. Deze drie mensen staan in ieder geval nu in beeld. Like challenge. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kan liken dan 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat Curse Talking Ben naar jouw huis toe komt. En dat wil je liever niet hebben, mensen. 3, 2, 1. Hebben jullie deze video geliked? Ik hoop het maar. En mensen, wij gaan gewoon lekker beginnen met de video. Oh my god. Spelen is vandaag als Curse Talking Ben, zoals jullie kunnen zien. En hey, Talking Angela, waar is Talking Tom gebleven? Telly, ik weet het niet, maar Talking Tom lijkt wel aan het voer te zijn. Echt waar. En Mommy Longlegs, waar is onze mama? Zelfs een vrouw. Ze zijn allemaal weg ineens. Maar waar moeten ze dan naartoe zijn? Ik denk dat ik het wel weet. Ik denk bij die nieuwe Cyber Arcade ding. Oké, Cyber Arcade ding. Kun je iets specifieker zijn? Ja, er is een nieuwe club, zeg maar. Dan kun je gamen, maar ook feesten. En dan kunnen ze lekker zichzelf klemzuipen. Oké. Maar hoeveel likes moeten deze video halen? Ga je nou serieus over likes beginnen? Ja. Oké, 5000 likes. Zoveel? Ja, als we dat niet halen, dan pak ik jullie allemaal. Oké, rustig Talking Angela. Ik wist dat niet. Oké, 5000 likes, we hebben het gehoord. In ieder geval gaan we daar niet te veel over vragen. Dat hebben we 1 keer gezegd. Maar ja, we moeten dus naar de volgende plek toe, man. Dat is bij het rode puntje, volgens mij. Daar moeten we naartoe. Ongeveer daar. Weet je wat, we gaan er gewoon lekker naartoe. Ja, u kunt al zien, ik ben Talking Ben vandaag. Ja, Talking Ben is wel leuk. Toch, eerlijk is eerlijk, Talking Ben kan best wel wat doen. Ja, het is natuurlijk niet best wat hier allemaal aan de hand is. We moeten dus, we moeten even naar die cyberdingen toe, want blijkbaar is Mommy Longlegs weg en Talking Tom. We moeten ze bevrijden. Oeh, je hebt geluk gehad. Maar goed, we gaan er gewoon lekker op af. Jullie zien het, ik ben haast aan het maken. Zonder haast te maken zijn we echt in de problemen. En ik denk niet dat het een goed idee is, mensen. Wij gaan ons haasten. Curse Talking Ben komt jullie allemaal redden. Ja, heb je dat gehoord? Oké, oh my god. En? Kijk hoor. Bijna. Oh, het zou toch mooi zijn als we gewoon recht op de weg belanden. Oké, we hebben wel iemand boos gemaakt, zo te zien. Is dat echt zo? Is hij echt boos? Huh? Dacht het niet, vrienden. Ja, waar moet eraan vallen? Hij heeft nog niet zo'n grote mond, hè? Jongen, ik zei dat dat curse was, maar mijn auto is ook cursed op dit moment. Maar goed, ik zie jullie daar wel, denk ik, mensen. Dus we gaan nu lekker de snelweg op en we gaan even lekker racen tegen de klok. Let's go. Oké, lieve Leute, we zijn dus bijna aangekomen op de bestemming. En ik denk dat ik wel weet wat de hoogste tijd voor is. Inderdaad. Dus even kijken bij de nieuwe Arcade Game Room. Het schijnt hier te zijn, hè? Kijk dan, de Cyberbar, dat is nieuw. Hebben jullie ooit wel eens gehoord van de Cyberbar? Nou, hun in ieder geval wel. Maar damn it, ze zijn allemaal broke. Allemaal broke mensen en de teksten zien er niet goed uit. Ik weet het, het gaat het niet om. Maar we gaan lekker de Cyberbar eens even betreden. En damn it. Hallootjes, mag de deur open. Kijk dan, mensen, dit is de nieuwe Cyberbar. Damn, dit is nieuw. Ik heb het nog nooit gezien in GTA 5. Hebben jullie het wel eens gezien? Dit is de eerste keer dat ik het zie. Maar het ziet er wel leuk uit. We hebben dus Team Alpha en Team Beta. We weten precies waar dat gebaseerd is. Een paar van die game PC's staan allemaal op de grond. Damn, dat is gewoon waarschijnlijk dat ze gewoon team tegen team kunnen doen. Dat is toch wel nice. We hebben hier de Pac-Man Room. We hebben hier gewoon allemaal glazen liggen. En we hebben nog zo'n arcade dinges. Echt gewoon een gamekast wat hier allemaal ligt. We hebben de lama's, de face. Oh my god. En we kunnen gewoon lekker een motorrace doen. Het is echt gewoon een gamehall eigenlijk. En hier ook. We kunnen gewoon lekkere games doen, zoals basketballen, nog meer karten, pokeren. Oh my god, eerlijk, hoe lijp is dit? Wat voor cijfer geven jullie dit? En we hebben hier dus veel meer dingetjes, dus we gaan even verder kijken. En ja, dus dit is de hele game room. Dit hebben we nog nooit gezien. Eerste keer dat we dit ook zien. Wat is dit? Is dat licht? Zijn er van die lampen of wat zijn dit? Oh, dit zijn maar van die gekke wapens. Damn it. Dit is gaaf. Echt van die cyberwapens. Oh my god, Xbox, PlayStation. En ze zweven ook allemaal gewoon. Dat is toch gaaf, jongens. Oké, we gaan verder. Oké, daarnaast hebben we ook andere computers liggen. Dat zijn gewoon reservecomputers, koptelefoons, een game. Cube zelfs, een toetsenbord. En we hebben hier weer een hele treasure dingen staan. En we hebben hier natuurlijk een room beneden. Damn it, waar gaat het naartoe? Oh my god, ik hoor de muziek al vandaan komen. My godness. En damn it, het is één grote faceclub. En ik zie dus allemaal monsters dansen. Oh my god. Huggy Wuggy, Kissy Missy, Cartoon Dog, Cartoon Cat, Cartoon Mouse, Slenderman. Kissy Missy heb ik al gezegd. Siren Head. Oh, daar is Slenderman. En we hebben zelfs gewoon een Game Master hier achter staan. Kijk dan, is dit Team Game Master, Spider-Man, Iron Man. Game Master is toch wel live. En dan ben ik vandaag de DJ. Maar even kijken. Dit zijn toch niet echt? Dit is hologram, volgens mij. Dit zijn volgens mij geen echte monsters. Maar goed, het maakt me niet uit. We gaan eens even terugkijken naar boven. En we gaan eens even zien. Damn, dit is wel gaaf, mensen. Zelfs die stoelen, die verkleur ik gewoon helemaal. Besef dit eventjes. Besef dit. Oké, ik weet het niet. Volgens mij was dat gewoon een reflectie. Maar hier op grote speakers staan. Damn it, guys. Oh my god. Dit is gaaf. En de muziek gaat wel een stuk rustiger. Kijk, dat is al mooi isolatiemateriaal. Zodat ze lekker kunnen feesten zonder dat anderen eigenlijk last van hebben. Dat wil iedereen hebben. Maar goed, er is ook de wet natuurlijk. En de wet kunnen ze zich nu goed aan houden. En we hebben zelfs een pongtafel staan. Dat heb ik niet eens gezien. En ja, we gaan eens even verder kijken hier zo. We hebben een hele... Oh my god, Mommy Longlegs. Wat is er met jou? Help! Ik ben hier ontvoerd! Ik ga... Wie heeft dat gedaan? Alle monsters! Is dat zo? Ik ga ze nu allemaal met elkaar slaan. Talking Ben komt in actie. Mijn god, dat is toch verschrikkelijk. En hier zelfs staat het zelfs een game PC. Oké, dat is heel nice. Weet je wat? We gaan nu lekker naar beneden toe. Laten we dat eens even doen. Oké, go for it. Want wat is hier aan de hand? Oh my god. Au. Oké, dat is niet moeten doen. Ik weet het, ik ben Superman, maar dit moet ik niet doen. Hey!
Oh my god, waar zijn ze gebleven? Hé, hey, wat is dit? Ze zijn allemaal weggegaan. Dat is niet leuk. Maar eerst zaten ze dansen en hadden ze geen oog voor mij. En nu zijn ze allemaal gevlucht. Ik denk dat ik ze even één voor één in mijn kamer ga mappen. Want ze hebben er iets mee te maken. Moet ook eventjes Cartoon, Talking Tom redden. Want ze hebben mijn vriend gepakt. Ja, ik ben wel Talking Ben. Ik moet ze helpen toch als ze in nood zijn. Ik ben wel de oudste de wijze. Dus laat ik ook zien wat ik ben. Letterlijk. Oké, dat is een woordgrap. Maar goed, wij gaan er lekker op af, mensen. Let's go. We gaan even de game room uit. Wat een mooie plek. Eerlijk is eerlijk. Ik zou nog graag een keertje mijn eigen tijd eten. Maar dat is nou niet echt het moment voor. We gaan er lekker op af. Oké, we gaan nu naar Cartoon Quest of zo. Weet ik het allemaal. Want we gaan ze even pakken. En ik denk dat ik weet waar ze horen. Katten, muizen, honden, die zitten vaak in de keuken. Het zijn net ratatouilles, weet je. Dus ja, waar zullen ze dan niet zijn? En dan gaan we nu even in actie komen. Want dit kan natuurlijk niet langer meer. Oh my god. Oké, het kan niet ver zijn. Dat is ook gewoon zo. Dus laten we gewoon even afgaan op de plek waar wij naartoe moeten. Wat ons aangewezen wordt. Oh my god, sorry mensen. Sorry allemaal. Auw. Dit moet ik dus niet doen. Oké, we gaan er nu op af. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké, wat hier moeten we zijn. En ja, we komen er vanzelf wel, jongens. Oké, guys, we zijn dus bijna aangekomen. Op de plek. Oh my god. En nu gaan we even naar binnen. En hey, daar staat een trein. Dit is nieuw. Of niet? Ik heb deze trein nog nooit eerder gezien. Dus we gaan even nu binnen toe. Oh my god. Ga je me bedreigen, meneer? Of niet? Hey. Oh my god. Dat moet je niet doen, hè? Meneer, wat denk je zelf? Ik ben Superman. Je gaat dan niet tegen Superman beginnen. Kom aan, je bent slecht. Zo. Heb je nou je lesje geleerd? Niet meer doen, hè? Damn it. Ga maar lekker weg, jongen. Heb je echt genoeg gegeten hier zo? Oké, we gaan even naar binnen. Dit is wel nieuw, mensen. Oh my god, een nieuwe plek. What's this place? Nooit hier geweest. Damn it. Oké, dus dit is een nieuwe bar, hè? Is dat maar echt drank? Even kijken of dat allemaal echt is. Even zien. Ja, dat is allemaal echt. Hoppa. Kijk dan, dit is nice. Oké, we gaan even de volgende kamer even bekijken, want hier is dus wel iets. En oh my god, wat doen jullie hier zo? Talking Tom, Talking Doc. Nee, oh my god, wat doen jullie hier allemaal in de keuken? Even serieus. Nee, 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 nee. Grijp ze! Oh, dat dacht ik niet. Niet doen, blijf daar. Blijf allemaal daar. Nee, don't do that. Oh my god. Oh, jullie worden er allemaal uitgegooid, jongens. Even serieus. Oké, wat denken jullie wel niet? Hè? Mijn godnes. Mij een beetje belachelijk lopen maken. Hadden jullie nog wat? Hey! Oké, dit doen we niet, hè? Kater. Had je nog wat? Nee, jij leeft nog steeds. Oké. Heb je je lesje nog niet geleerd, Katat? Hè? Kom dan. Kom, hier. Ik ben hier. Kom hierheen. Zo, had je nou wat? Dacht ik niet, hè? Mij een beetje lopen aanvallen. Jongen zeg. Ik ben Talking Ben en tegen mij moet je niet sollen. Weet je, we gaan ook lekker weg hier. Ik heb ze tenminste allemaal te pakken gehad. En ze zijn allemaal lekker door de vloer gevallen. Weet je, we gaan er vandoor. Let's go. Oké, dames en heren. De zon begint een beetje onder te gaan. En we gaan eens even kijken of de andere enemies misschien Talking Tom hebben. Want we moeten hem toch gewoon redden. Dit kan niet langer. Ela, dat doen we niet, hè, vriend. Oké, we gaan eens even kijken. Talking Tom. Hey joh, rotzak. Laat me eens even door. Even serieus. Oké, we gaan er gewoon lekker op af. Let's go. En kunnen we vliegen eroverheen? Ja, we kunnen het. Helemaal goed. Kijk, we kunnen wel stunten, jongens. Nou, dan krijg je ervan. Au. Rotzak. Moet dat nou? Maar goed, we gaan er lekker op af. En we gaan eens kijken wat hier aan de hand is. Oh my god. Is het hier op de... Is het op de rooftop? Oh my... What? The hell? Oké, what the hell? Kissy missy. Nee. Oh my god, dat meen je niet. Nee. Doe normaal. Kissy missy. Dat dacht ik niet, hè. Oké, we gaan eens even wat pakken. Oh my god. Kissy missy, stop daarmee. Stoppen. Niet nog een keer doen. Liggen blijven, jij. Zo. Dot, had je nou wat? Hè? Kissy missy, kijk eens hoe je eruit ziet, man. Ja, dat kind vermoord. Of deze man vermoord. Leef je nog? Hallo? Nou, sowieso niet meer. Dit is niet lief, hè? Wat een stoute... Even serieus, zet in de comments achter Kissy missy stout. Want hij is echt stout geweest, even serieus. Oké, we gaan dus naar beneden toe, want in de buurt is er nog wat aan de hand. Oh my god, wat dacht hij wel niet? Mijn auto een beetje kapot lopen schieten. Kan toch niet, jongens? Even serieus. Oké, we gaan nu naar beneden toe, gaan naar bij de metrostation kijken. Let's go, yeet! Au. Oké, dat had ik niet moeten doen. Misschien geen goed idee geweest. Talking Ben, even rustig. Oké, we gaan lekker naar beneden toe, mensen. Want hier is dus blijkbaar wat aan de hand. Ik weet niet wat, maar we gaan eens even kijken. En ja, we zijn heel cursed, ik weet het. Dus ja, maar we gaan er gewoon lekker op af. We zijn lekker cursed bezig. En als we toch cursed zijn, well, ja, gaan we toch een beetje gek doen. Of niet? Oké, zelfs agenten staan hier met een wapen. Dus we moeten oppassen. Maar waar is Huggy Wuggy? Oh, jeet. Sorry, alleen maar ruzie. Altijd in die fucking metro's. Ja, je weet dat voor zo'n volk er een beetje vaak is, hè? Geen leuk volk. En ik heb het idee dat Huggy Wuggy hier ergens is. Waar is hij dan? Ik heb geen idee. Gaan zoeken. Wie is waar? Oké, volgens mij is daar iemand, hè? Hallo, Huggy Wuggy. Waar ben jij? Oké, we zijn aan het zoeken. Is Huggy Wuggy hier ergens in de buurt? Ik weet het niet. Hela, daar ben jij. Oké, kom dan. Huggy Wuggy, kom hier, hè? Dacht je dat? Jij dacht dat je mij kon pakken. Kom. Niet doen. Blijf liggen. Kom dan. Hey. Grote mond. Blijf helemaal lekker liggen. Komt er een trein aan? Komt er een trein ergens aan? Oeh, ja hoor. Huggy Wuggy. Je wordt gecrushed door een metro. Net goed. Oké, rij jij. Kom maar. Zo. Dacht er die vriend. Zo, hoppa.
Zo doen we dat. Metro ramen kapot schieten. Niemand gaat nog maar met de metro, hè? Ze hebben de politie waarschijnlijk gebeld, dus ja. En ja, over de politie gesproken, die hebben tenminste wel een betere wapen als ik. Kom maar op. Maar waar zijn ze? Ze zijn allemaal weg. Zelfs de politie is gevlucht. En die horen voor veiligheid te staan. Wat is dit nou? Wat zijn die politie dan waard als ze niet voor veiligheid kunnen zorgen? Dat is gewoon vluchten. Bro, ik weet het wel. Maar nee, iemand had ook wel eens een keer meegemaakt. Een van mijn vrienden. Dat hij wordt achterna zitten door een bepaald groepje. Je denkt wel dat ik kan raden wat voor groepje. Ik kan niet zeggen wat. Want dan ben ik wel straks een idioot. Maar toen hij zeg maar achterna werd gezeten door echt een 50 man. Die ging naar de politie. En die zei van politie, kan met jullie mee. Weet je wat de politie zei? Nee, dat kunnen we niet doen, want dan lopen wij gevaar. Bro, politie is op voor veiligheid, niet voor gevaar. Maar goed, dat blijkbaar geeft niet elke politie dat. En zijn ze toch wel uit op meer bonnen uitschrijven dan veiligheid te bieden. Want politie is voor veiligheid. Goed, laten we weggaan. En we gaan dus naar de volgende plek toe. En we gaan dus naar de gele spot. Ik weet niet wat er bij die gele spot is, maar weet je, we laten er gewoon lekker op afgaan. Want toen net je zag het al, Huggy Wuggy wordt dus gecrushed door een trein of een metro of wat het ook is. Een metro, underground metro, you know. En ja, we gaan dus nu op de volgende spot af. We gaan dat lekker doen. En ben benieuwd, waar gaan we nu uiteindelijk terechtkomen? Hoppa. Sorry. Oké, we gaan verder racen. Ging niet helemaal goed. Oké, we gaan eens naar de gele spot toe. Eens even kijken wat er bij die gele spot is. Hallo meneer de agent. Hallootjes. Oké, die blijven gewoon lekker staan. Die doen niks. Die voelen zich niet geïntimideerd. Oké. Maar alleen jong, deze trailer kennen we. Een sirenet komt eruit. Niet doen, sirenet. Kom aan zeg. Oké, politie loopt gewoon rood leuk. Oké. Hey, niet trappen jij. Kom aan hè. Doe het toch niet. Oké, dan ga ik een shotgun pakken. Hoppa. Nog had je, nog wat? Oké. Niet doen. Hoppa. Zo doen we dat. We knallen iedereen kapot hier. Had je dat begrepen? Oké. En we gaan weer gelijk weg natuurlijk. We gaan door naar de next spot. En de next spot is dus dat roze stoppie. En weet je wat? Wij gaan er ook gewoon lekker naar cruisen. You know? We're just cruising to it. En ik hoop dat we eruit kunnen. Jawel, dat kan makkelijk. Hoezo zo moeilijk doen als ik makkelijk kan? Ik ga het dan niet keren als ik ook wel zo kan. Waar zou ik mijn kont moeten keren? Wat is dit? Maar goed, dat maakt niet uit. En ja, niemand heeft het blijkbaar Talkie Tom nog gezien. We moeten Talkie Tom redden. Maar wie heeft Talkie Tom ontvoerd? Ik snap er helemaal niks van. We gaan er gewoon lekker op af en we komen er heel snel achter wie Talkie Tom nou wel heeft ontvoerd. We zelfs de McDonald's. Maar dat, ja, ze zijn niet in de Mac zijn. Oké. Anders word ik wel heel boos op Talkie Tom. Maar als ze zich gewoon verstopt om even lekker een Mac'je te eten. Terwijl dat tegen mij gezegd wordt dat ze ontvoerd worden. Maar ja, we zijn er letterlijk in de buurt. Op zich, we kunnen kijken. Waar zijn we nu? Ik weet het niet. We gaan eens eventjes hierin. Allee zeg. Oké, we gaan eens even kijken. We hebben de auto hier staan. En we gaan eens even lekker duiken. Ja, laten we dat even doen. Zwemmen. Oh my god. Oké, we gaan zwemmen. En wat de hel? Waarom ligt hier een kind? Hallo, leef je nog? Leef je nog? Kom. Nou, hij leeft blijkbaar niet. Oh my god, hij ligt in bloeden. Sorry. Dat is een kind dood in het water. Wat is dit? Wie heeft hiermee iets mee te maken? Slenderman? Are you kidding me? Nee, Slenderman. Hela. Hey, dat doen we niet, Slenderman. Kom aan. Kom dan. Durf je niet te komen? Hey. Zo. Dat doen we niet, hè? Niet doen. Oh my god. Nee, ga je laden, hè? Zo. Zo doen we dat, Slendy. Idiota. Oké, en weg. Slenderman vond het nodig om mij dood te schieten, maar dat liet er niet gebeuren, jongens. Oké, we gaan even heel gauw bij de Mackie kijken en dan als dat daar niet is, dan gaan we eens even verder op zoek. Even serieus, Talkie Tom, als je nu bij de McDonald's bent, dan word ik boos op jou. Want dan ben ik maar iedereen gewoon op vechten, iedereen elkaar lopen slaan, iedereen neerlopen schieten, omdat jij zo nodig even een Big Mac moet eten. Dat kan niet, hè? Oké, we gaan even gelijk kijken. Sorry, zal die hier ergens zijn? Talking Tom, even bij de Mac Drive. Ja, oké, even kijken. De Mac Drive. Ah, ik heb het eigenlijk vanzelf toch ook wel vertrekken in de Mac. Van, volgens mij is hij niet. Wat gaan we eten? Wat zullen wij doen? Wat gaan we doen? We gaan voor de Double Chicken. Oh, mijn Mastercard is empty. Ben ik skeer? Alleen zeg. Oké, ik heb dus geen Mastercard. Ah, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maakt niet uit, we gaan weg. Hij is niet daar, zo. Daar heb ik alweer door. Goed, dan zijn ze waarschijnlijk op het schip. Want ja, weet je wat het is? Mommy Longlegs en Talking Angela die zitten vaak ook op mijn schip. Dat is zeg maar mijn tweede huis bij mijn stiefvader. Maar ja, Mommy Longlegs is eigenlijk mijn moeder. Maar die heeft er wel gewoon contact met mijn, met mijn stiefvader. Nou, laten we gaan varen en eens even kijken of we ergens een boot kunnen vinden. Misschien een beter idee. Laat even gaan knallen. Oh, dat werkt niet. Ik wou er eigenlijk uitvliegen, zeg maar. Oké, au. Oké, we gaan een boot pakken. Go. En dan gaan we een speedbootje vinden. Let's go. Oké, guys, laten we even de boot pakken en we gaan varen. Dat is misschien wel een leuk idee, man. Oké, go, go, go for it. Oké, guys, we gaan eens lekker varen. Het wordt al nacht. Dat betekent maar één ding. Dat de 24 uur er al bijna op zit. Want we zijn in de ochtend vroeg begonnen. En ja, maar daar is het schip, hè. What a waves, guys. Oh my god. Oké. Dat ging dus niet zo goed. Maakt niet uit. We zijn dus aangekomen. En hier moeten we dus zijn. Zo, en lekker zwemmen nu. Oh, mooi, 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 mooi. The ocean is deep and blue, you know. And we're just crouching. En we gaan dus even op zoek. Want hier is iets niet helemaal goed snik. Dat weet ik zelf ook wel. Want omdat het al niet zo snik is, is het mijn tijd om er even af te gaan. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik weet niet waar dat recording aan ging, maar het zal wel. Gewoon annuleren, want we gaan niks recorden hier. Oké, mama, are you here? Mama, Talking Angela, are you here? What? Wat doen jullie hier zo? Dally, wij zaten erachter. Nu ben je helemaal stoer, hè? Dally, of dat ik in ben. Maar nu zijn wij de stoer hier. Altijd met jullie grote praat. Dus respect tegen vrouwen. Dat doen wij nooit. Nou, weet je wat Talking Tom is? Waar dan?
op de begrafenis. Hij leeft niet meer. Oké, nu vraag je de mijn gevecht. Oké, dan ga je nu. Oh, nee. Dat mag niet zomaar, hè? Are you kidding me? Oh. Wat? De L. Die schieten tegen elkaar. Kom dan, hè? Je ziet al heel hoeveel fucks, ja. Je ziet al even hoeveel Mommy Longlegs om jou geeft. Als je al in elkaar wordt getimmerd. Weet je wat? Nu gaan we jou even... Ja, we gaan even zelf ook even een firework lounge pakken. Misschien een beter idee. Oh my god. Denk jezelf. Niet doen, hè? Mommy Longlegs. You all burn. I'm waterproof. Ik kom net uit het water, dus ik kan wel ergens tegen, hoor. Ik kan tenminste nog wel tegen een raketje. Hè? Zo. Mommy Longlegs. Ah. Oh. Had je nog wat, hè? Niet doen. Dat mag niet. Lief, zei jij. Zo, en weet je wat we dan doen? Om het even goed af te knallen. Even vuurwerk in de lucht. Zo doen we dat. Mooi, hè? Oké. Zo doen we dat. Even vuurwerk afsteken. Kijk, kunnen ze tenminste nog genieten. Mommy Longlegs, zie hoe je eruit ziet. You're roasted. Niet alleen jij, maar ook Talking Angela. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer op dit kanaal met het belletje aan. Zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.